Studio biedt een ruime keuze aan krachtige exportopties om uw film uit te voeren in gebruikelijke videoindelingen voor bekijken en delen. U kunt exporteren naar uw computer of draagbare mediaapparaat, direct uploaden naar YouTube of Facebook, of uw project en media uploaden naar cloudlocaties zoals Box. Om uw project te delen met een andere studiogebruiker of om uw project te archiveren. U kunt een volledige film exporteren zodra u klaar bent met de bewerking of schijf authoring, maar u kunt ook individuele elementen, zoals foto, video of muziekbestanden, rechtstreeks uit de bibliotheek exporteren. Voor dergelijke eenvoudige taken hoeft u geen project te maken. Laten we een blik werpen op de layout van de exporter. Selecteer eerst een video in de bibliotheek en klik op de tab Exporteren. Dit is de exporter. U kunt kiezen of u exporteert naar een bestand, schijf of de cloud. Selecteer eerst Bestand. Onder instellingen kunt u kiezen uit een groot aantal bestandsindelingen, waaronder smartphones en game consoles. Selecteer daarna Schijf. Hier kunt u verschillende schijfindelingen branden, waaronder AVCHD, Blu-ray en DVD. U kunt dan de preset kiezen, of de tab Geavanceerd voor nog meer keuze. Hier ziet u uw geselecteerde presets, met een beschrijving van de voorgestelde toepassing ervan. In het venster Doelgrootte wordt berekend hoeveel ruimte er nog vrij is op uw schijf voor de gekozen kwaliteit. Bij Doel kunt u kiezen waar u uw schijfafbeelding wilt opslaan, welke naam u eraan wilt geven en u kunt een apparaat selecteren om uw schijf mee te branden. Selecteer Schijf Branden om het proces te starten. Als u uw schijf later wilt branden, kunt u Afbeelding maken kiezen. Dan wordt er een speciaal bestand gemaakt dat u later op een schijf kunt branden met de knop Afbeelding Branden. Selecteer nu Cloud. Hiermee kunnen we rechtstreeks publiceren op YouTube of Facebook. Als u publiceren starten selecteert, kunt u de kwaliteit kiezen, uw film een naam geven en een beschrijving en andere gegevens opgeven, zodat kijkers uw film gemakkelijker kunnen vinden. Laten we deze vensters sluiten en een bestand exporteren voor de iPhone. Selecteer Apparaat onder Exporteren en vervolgens iPod, iPhone. Kies de preset of de tab Geavanceerd voor nog meer keuze. Het afspeelvenster bevat de vertrouwde knoppen, maar heeft ook de functie Beginpunt en Eindpunt. Als u niet het volledige element of de hele filmtijdlijn wilt exporteren, kunt u met deze functie kiezen waar uw export begint en eindigt. Laten we een nieuw beginpunt markeren. Pak de afspeelkop gewoon vast en plaats deze op het nieuwe beginpunt. Klik op de knop Beginpunt. Plaats de afspeelkop nu op het eindpunt. Klik op de knop Eindpunt. In het venster Doel kunt u de locatie van uw exportbestand kiezen. Het geeft ook aan hoeveel ruimte beschikbaar is op deze locatie. U kunt exporteren naar elke geschikte locatie op uw systeem. U kunt ook selecteren dat Studio automatisch een naam geeft op basis van de originele bestandsnaam. Als u deze optie uitgeschakeld laat, wordt u gevraagd uw bestand een naam te geven. Meer komt er niet aan te pas. Klik op deze knop om de export te starten. In een mum van tijd is uw film klaar om te uploaden naar uw iPhone of iPod. Vanuit de bibliotheek kunt u ook uw mediabestanden rechtstreeks uploaden naar een opslaglocatie in de cloud, zoals Box. Selecteer gewoon één of meerdere bestanden die u wilt uploaden. Rechtsklik vervolgens en selecteer Uploaden naar Cloud. Selecteer Box als opslagprovider. En navigeer dan naar de boxmap waarnaar u de bestanden wilt uploaden. Klik op Starten en alle geselecteerde bestanden worden gekopieerd naar de cloud, zodat u deze kunt delen of openen vanaf andere apparaten. Projectpakketten zijn bundels die het project bevatten, samen met alle media die daarin worden gebruikt. Naast het uploaden van mediabestanden zoals video, audio en afbeeldingen, kunt u ook projectpakketten uploaden vanuit de bibliotheek, om te openen in Studio op een andere computer, of om te bewaren als projectarchief. Hallo, ik ben Paul Holtz van Class on Demand. Dit hoofdstuk heeft u een idee gegeven van het creatieve vermogen en de flexibiliteit van Pinnacle Studio 16. Als u meer wilt leren en uw eigen films wilt maken met de bekroonde Pinnacle-technologie, die door miljoenen gebruikers wereldwijd wordt vertrouwd, ga dan nu naar de Pinnacle website en bestel de Complete Training voor Pinnacle Studio 16 van Class On Demand. Namens Pinnacle en Class on Demand bedank ik u voor uw aandacht.